And we're all gonna shine a light together. Shine a light in every corner of my heart. Dank u. Dank u. Dank u. Sivus komt te kapperen, eindelijk. Zeg, mannetjes, mannetjes, mannetjes. Dat deel mis ik vooral. Wel wassen, dan ze zo... van onder zitten en dan zo langs je oren zo... Van een coiffeur wilde jij, zeg. Als mijn coiffeur morgen mijn haar zo wast... Nee. Dat is het probleem. Maar niet, dat is het geluid dat ik maak, hè, dan. Het was weer... ik maak er iedereen wakker, hè? Nee. Ja. Nee. Jawel. Nee. Uw vingers kwamen. Dat is... Maar nee. Van de gsm. Allee. Zeg ja, hoe laat is het? Het was nog geen 6 uur. Vanavond komt hij, hè. Het nieuwsanker. Danny Verstraeten. Nee, ik ga nog even. Vanavond komt hij, hè. De man van het... echt, journaal nieuws. Ik weet het niet. Ah, hij heeft ook nog koppen gemaakt. En ook de zwerfvoeten op canvas. Zal ik canvas? Niemand verwacht dat van mij. Zeg, vanavond komt hij, hè. Het nieuwsanker. Wim de Vilder. Ja, ja. De man van het journaal, hè. Maar een zwerfvoeten op canvas? Goed programma. Ja. Over dat gaat dat eigenlijk? Ik weet het niet. Oké, met de nieuws gaan we ver. Ik ben blij dat ik er zelf al wat gebakken heb, zien. Ah, wie is dat? Daar kan ik nu een keer niets van maken. Is dat Donna Wiener? Nee. Martin Tange? Ah, dat is Lindsay de Bolle. Ik zie meer Lindsay de Holle nu, eigenlijk. Ja. Zeg, is dat een piespotje dat er ineens op de tafel staat? Ja. Dat is ook gezellig, zeg. Ja. Bravo. Applaus voor Lisa Marie. En al 100% of loopt er al nog eens iets mis, zo een beetje zo? Maar ik moet eerlijk zijn, kan een keer gebeuren, hè, maar echt heel sporadisch. Allee. Hij is een beetje ik ben Gert. Is het waar? Ja, dat kan soms wel een keer gebeuren, maar... Lea Thijs, 75, zeg. Ze speelt dus al 25 jaar in Turk. Oh, Thomas. Weet je wie dat mijn favoriet personage is? De Frank. Kijk er te weinig naar. Iedereen, ook als je dat niet volgt, heeft toch al eens Frank en Simonneke gezien. Ik weet alleen maar dat Simonneke huilt. Dag, baby. Dag, zus. Onze Frankie is overboord gesprongen. Overboord? Frankie! Nee. Wat? Nee. Frankie is kaat geworden, toch? Of is kaat Frankie geworden? Juist. Dan is ons kaat overboord gesprongen. Nee, ook niet. Wat? Nee, die is op wereldreis. Ja, zeg. Dan is het iemand anders die overboord gesproken is, hè? Iemand anders! En kut. Dank je wel. Weet je nog, vroeger, dan presenteerden ze het nieuws met twee. En dan zeiden ze, dit is het nieuws met... En dan zeiden ze hun eigen naam. Oh, gaan we dat doen? Welkom bij Vier. Dit is het nieuws met Gert Verhulst. En James Cook. En wie zijn de gasten voor vanavond, Gert? Ja, natuurlijk Lea Thijs, die gisteren 75 jaar geworden is. En Wim de Vilder, die we kennen van het programma De Zwervers. Nee, de zwerfroeters. De zwerfroeters. Ja. Didi na na na. Het is vandaag dakgootschilderdag. Superhoog. Absoluut geen hoogte vrezen. Absoluut niet. Jij moet op 4 meter van mij staan, dat is dit. En jij moet proberen de luchtbel door de hoepel te krijgen. Dat is gemakkelijk. We mogen meehelpen door wat wind te geven, dus ik ga zo doen, zodat we eigenlijk nog altijd corona-proof dit kunnen doen. Je moet niet gewoon bellen blazen, je moet hier door de hoepel. Ja, maar ja, het heeft geen zin, hè. Als de wind vandaar komt, ja, ja dan maar ja, nog... het is nu zo. En start. Ja, de wind is gedraaid. Moet mij daar stellen nu. En start. Nu komt de wind van... Ja!
Allee, vang ze toch. Nee, ik mag niets doen. Maar je stond ondertussen al op 2 meter. Ah! Ik heb het Het is maandag vandaag. We hadden beloofd voor iemand te bellen, maar ik weet niet meer juist wie of wat. Erik, uw mama wordt 70 jaar. Klopt. Ja, maar. Maandag. Lang zal ze leven in de gloria. Gelukkige verjaardag, Rosie. Dank u wel. Je ziet er geen 70 uit, hoor. Nee, allez, merci. Nee, 69 zo. Dat is niet waar. Voilà, dit zijn vandaag mijn attributen. Ik ga een extra terrasje leggen. Hoe zit iedereen met zo'n mondmasker? Beter. Oh. Oh. Ja, zo. Oh, daar heb ik ja. Oh, kijk, dat ook nog, dat ook nog. Oh ja. Ah. Ah, droog mee. Ah. En op het feit dat we terug naar de coiffeurs kunnen. Santé. Oh nee. Weet jij dat ik het gevoel heb dat ik rapper vermoeid ben gewoon door de zwaarte van mijn wenkbrauw? Pas op als je die knippen kent goed zijn dat je nog een kilo luchter zit. Thank you, Michi. Hey, Tijgen. Kom je hier vaak? Alleen als ik naar de coiffeur moet.